Deze video is gemaakt met apparaten die werken op groene stroom. Het geeft ons echt een fantastisch gevoel dat wij het milieu niet vervuild hebben bij de productie van deze video. Het geeft echt een gevoel als... Oh yeah! Zo, dat is wel stevige taal. Ja Jesse, en dan te bedenken dat die video de partij promoot waarvan jij fractievoorzitter bent. Om te beginnen gaan we de idealen van de partij uitleggen. Daarna haal ik nog een argument onderuit wat mensen gebruiken tegen de stelling: ik wil Jesse Klaver als premier. Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein. Suikergoed en marsepein zijn wellicht de eerste waren waar je aan denkt bij eerlijk delen. Maar GroenLinks staat voor een betere verdeling van rijkdom over de samenleving in het algemeen. En toch worden we er allemaal beter van. Het is werkelijk fenomenaal. It's great, it's true. Wij kiezen voor een economie met minder afval. We kiezen voor een nieuwe industrie die gebaseerd is op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. We maken nieuwe producten die minder schaarse grondstoffen kosten, die langer meegaan en minder energie nodig hebben. Werkloos gedrag lijkt normaal te zijn geworden. Die verandering neemt vele vormen aan. Van anonieme bedreigingen op internet en tijd van een jongen die zich door niemand laat corrigeren, tot werkgevers die een jongen weigeren voor een stage vanwege een buitenlandse achternaam of omdat diegene een vriendje heeft. Tot zover de partijidealen. Nu ga ik een argument onderuit halen dat veel mensen gebruiken tegen de stelling: ik wil Jesse Klaver als premier. Ze vinden Klaver te jong voor de functie als minister-president. Maar dat is onzin. In je derde decennium ben je in de kracht van je leven. Dat sporters tussen de 20 en de 30 superieur zijn aan de rest, dat wisten we al. Maar de muziekwereld, de wetenschap en de media vormen daarop geen uitzondering. De artiesten uit de top 10 van de top 2000 aller tijden, uitvinders als Isaac Newton, Albert Einstein en mediafanaten Mark Zuckerberg en Steve Jobs, waren allemaal ten tijde van hun moment suprême tussen hun 20ste en hun 30ste levensjaar. Zo, dat is wel stevige taal. Tevens heeft Jesse Klaver de leukste woordgrappen. Laten we de minister van Economische Zaken even de ruimte geven. Maar ik zou ook niet willen overdrijven. Niet te veel. Gas erop. Zorgen dat die klimaatwet er snel komt. Nou, gas erop. Omdat Rutte op moet schieten met de formatie, zegt Klaver: het gas erop. Maar zijn partij staat voor milieuvriendelijkheid. Alleen als we het gas erop doen, is dat juist milieuvervuilend. Haha, wat een mop. Ik moet hier wel even melden, voorzitter, dat toen de onderhandelingen tussen GroenLinks en de coalitie in wording aan de pompstationsweg in Den Haag vastliepen, thuis bij de heer Cenk Willink, de leider van GroenLinks in een grote BMW wegreed en de leider van de VVD naar huis wandelde. Dus ik snap dat gast erop wel. En ik complimenteer hem met zijn autokeuze, prachtig auto. En dat is waar, en dat is waar. Want Duitse auto's staan hoog op de autoranglijst. Stem daarom nu Jesse Klaver. Jong, fris en blik op de toekomst. Eindig